Luisteraars, goedemiddag. Dit is Lim FM op LIM-FM op 91.7 of limfmsu.com. Het is zondag 3 november 2024 en dit is Connecting the Dots. U aangeboden door LIM-FM en verzorgd door ondergetekende Rappa. Nou, deze week waren er heel wat hot items, maar we doen het rustig aan... Ja, we zijn dus uh, in november, dus toch kort en rustig aan. Ja, um, allereerst wil ik uh, zo meteen ingaan op die lijst van 163 staatsbedrijven. Die gepubliceerd is om, uh, afgelopen week. Heb ik dat op Starnieuws gezien. En ik uh, begin nu al te zeggen: mensen, download dit ding en print het uit. En hou het als een <laughs> list. Dit is de list, de bucket list. Oké, okay. als tweede wil ik ingaan op dus dat artikel in De Ware Tijd, waar we dus, uh, afgelopen week van De Ware Tijd, waar wij dus lezen dat we als samenleving. Uh, jarenlang te veel betaald hebben voor stroom. We wisten het al, maar het werd steeds ontkend. En je weet zo, het is nu eindelijk gebleken dat die ontkenning, ja, eigenlijk een bekenning nu is. Derde wil ik ingaan straks op het kwalijk gedrag van uh, DNA-leden, niet één. De boel was weer daar. Uh, een keer gegaan met één <laughs> uitschieter, maar ik allemaal over één kamp scheren. Het is één bende weer geweest laatst. Die club, we moeten die hele club eruit gooien en een compleet nieuwe club daar zetten hoor, want dit, 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 dit gaat te ver. Eh, maar goed, eh, en daar iets over, misschien als we tijd hebben, de achtergronden van het Dewali-feest, hoe dat eigenlijk is uh, gekomen dat men juist deze um, einde van de maand viert Begin van de nieuwe maand als Diwali, eh, donkerste maandloze nacht van het jaar. En misschien als er nog tijd is, dat er dus een tweede verzoening van Afro-Surinamers eh, komende is. Ja, Maroon, stadskriool, Afro-Surinamer, allemaal daar nou, we zijn Surinamers. Ja, zolang ze dat niet inzien, gaan ze maar blijven vriemelen met elkaar. En daarbij ook die volkstelling die nu gaande is, waar dit item ook een rol speelt. Maar goed, ik zal meteen beginnen met dus die bucketlist. Um, de lijst van 163 staatsbedrijven. 163 staatsbedrijven hebben we. En uiteindelijk 29 worden geadviseerd om behouden te worden. Dus zo, dat is de kop van dat artikel. Uh, verder begint dat artikel op Starnieuws met een matrixje. Aanbeveling: liquideren 30 stuks van die 163, niet privatiseren 29 stuks, die zullen dus behouden worden, of zullen, dat is het advies van die groep. Daar hebben we 33 die moeten worden geprivatiseerd en op termijn kunnen worden geprivatiseerd. 71, vind ik veel te veel. Totaal 163 staatsbedrijven. De eerste vraag, u weet wat, een aantal weken terug, een beetje gespeeld alsof we in de assemblée waren. Toen had ik gevraagd, minister, financiën, kunt u ons een lijst geven van alle staatsbedrijven? Niet omdat ik dat toevallig zei, maar ze waren intussen al bezig. En er was een stuurgroep bezig al een tijdje, onder leiding van de zeer respectabele Wieren Adjodja, zeer kundige... En gedreven jongeman. Nou, jongeman ten op zich wel mee misschien, maar dat is al een grote man. En die moest dus alle overheidsbedrijven in kaart brengen. En hij, de commissie, de stuurgroep, heeft vier soorten aanbevelingen gedaan. Namelijk, ik noemde het dat zo net: liquideren, niet privatiseren, privatiseren en privatiseren op termijn. Nou, wat moet ik zeggen? Miloukar rapport. Boy! Dat was. Ik wist niet wat ik las. Ik wil dan direct noemen de beste vraag. die uh, onze lieve Bimla Gayadin, volgens mij, gesteld heeft. een week of wat terug aan een minister moet het zijn. Ja. Uh, stelde ze die vraag, ik weet niet, of een hoog gebied van de, de overheid. En laten we zeggen een minister en ze zei, op haar manier, ik, ik wil er niet belachelijk maken, maar zo praat ze, dat vind ik toch een typische manier van haar. Uh, uh, heer minister, uh, waarom moet de overheid staatsbedrijven hebben? En ik stond even stil bij die vraag. Ik heb bij mezelf, Bimla heeft daar een hele goede, mooie vraag gesteld aan zo'n hoge Piet van Staat. Waarom moet de overheid staatsbedrijven hebben? Het antwoord was een wriemelarij van voor tot achter. Ja, uh, dat is voor het volk en ook geklets en gebabbeld ertussen. Maar het antwoord is niet gegeven. Waarom moet de overheid staatsbedrijven hebben? Kunt u ons dat antwoord geven? Oké, okay, ik heb nog steeds geen antwoord. Ik wil bijna zeggen: de overheid moet staatsbedrijven hebben om te gaan frommelen. Om allerlei friends en families, die, nu, zoals, nu worden ze zo genoemd, maar we hebben het overal, 20, 30 jaar kunnen we ze zo noemen, om die allemaal te faciliteren in raden van commissarissen, in directies van die staatsbedrijven. Allerlei luxe salarissen en wurgcontracten. En dat gaat allemaal ten koste van de belastingbetaler. En dan moeten ze allemaal een dienstwagen hebben, een directiewagen. En u weet, bij sommige staatsbedrijven werd gezegd dat die wagens werden gepimpt en gepampt en gepampt gepompt en gepompt en geweet ik wat dat mag je doen maar doe het uit je eigen zak en niet uit ons belastinggeld. Oké, okay, misschien is dat de reden waarom de overheid al die staatsbedrijven moest hebben of moet hebben. Het is niet moest het is nog tegenwoordige tijd. Nogmaals die vraag van Bimla, heer minister, waarom moet de overheid staatsbedrijven hebben? Antwoord: we don't know. No, Oké. Okay. In ieder geval, die stuurgroep onder leiding van Wieren Adjoja heeft dus een aantal uh, ja, uh, voorstellen gedaan. Ja, het is maar een voorstel. Natuurlijk, de politiek in dit land is steengoed in het. Verknippen, verkwanselen, verkrachten van voorstellen die heel goed in elkaar zitten, en dan wordt het één mamjo-lappendeken, anga anga lap, ravel, rafel sani. Ik hoop niet dat dat deze keer ook gebeurt met dit voorstel van deze kundige stuurgroep. Oké, okay, um, er staat uh, alvast dat het rapport vorig jaar is uitgebracht. En uh, de minister van Financiën heeft recent aangegeven dat er staatsbedrijven geprivatiseerd zullen worden, terwijl dat verslag al uitgebracht was en we er nog niets van wisten. Dat heet transparantie van bestuur. Jawel, oké. Okay. En uh, begonnen zou worden met twee staatsbedrijven van die honderd zoveel. En een van die staatsbedrijven die de regering van de hand wil doen is Seal ja vis, het visgranatenbedrijf nou um, dat is even terzijde waardoor dus toen kwam de hele heisa de vakbond kwam terecht uh, uh, kwam dus uh, heel terecht in uh, opstand kun je bijna zeggen van hey, what about us natuurlijk we hebben al door wat daar die tjoetja is van die zaak toch weet het nog niet nou, ik zal je uitleggen. Een of ander stichting of bedrijf dat snel snel is opgericht. En dat misschien achter de schermen eh, eigendom is of in handen is van een topper. Die koopt dat uh, verlieslatend staatsbedrijf op en verkoopt het dan door aan een hotelketen. En maakt slapende overnight een prachtig som geld. Nou, dat is het. Oké. Okay. Uh, als het niet zo is, wil ik het graag horen en dan trek ik mijn woorden terug. Bewezen. Oké. Okay. Uh, er worden dan in dat uh, verslag een aantal genoemd wat betreft die stuurgroep, die zegt dat het liquidatieproces meteen ingezet kan worden. Mijn vraag is natuurlijk, misschien niet aan de stuurgroep, maar aan de opdrachtgever van die stuurgroep, hoe ziet dat liquidatieproces eruit? Welke stappen moet je doen? Ik denk dat de eerste stap zal moeten zijn om de stekker eruit te halen. Geen subsidie meer geven. Het is ons belastinggeld dat maar gestopt wordt in dit soort lille koebedrijven. Die maar draaien en zonder geld op te brengen. En maar stuurloos, reddeloos, radeloos. Maar flink wat geld wordt daar achterover gedrukt. Stekker eruit, geen subsidie meer. per 1 januari. Klaar. Nou, ik vind dat dat de eerste stap moet zijn. En dan mag je zien wat voor bedrijven daaronder vallen. Waarvan ik denk van, wat? Surinaamse cultuurmaatschappij, eh, NV? Is het NV? Is het een staatsbedrijf? Eh? Landsbedrijf Nationale Loterij. Eh? Hm? Wist u ook het bestaan van Suriname Fuel Import and Distribution, NV? Surfuel, NV? Dat het een staatsbedrijf was? is? Waar er dus belastinggeld aan betaald wordt? Eh, wat is dat nou? Ja, Stichting Reisontwikkeling, instituut, Suriname Citrus Centrale, Landbouwbank, Radio Suriname International, SNA. Mijn god, die dingen zijn officieel bestaan. Importbedrijf Suriname, SIS, staat nog op de lijst van staatsbedrijf. Mijn hemel, dat ding bestaat al lang niet meer, maar er, ik vraag me af, wordt er nog... Op de begroting geld uitgebracht op, voor, 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 voor dit Lillekoe bedrijf. Sorry hoor voor die naamgeving, maar het is toch zo? Ja? Ik bedoel, er zijn natuurlijk misschien een paar bedrijven die je dus zegt die moeten blijven. Dan hebben we hier een lijst van bedrijven die niet geprivatiseerd hoeven te worden. Dat zijn 29 bedrijven. Gezien hun aard, hoeven ze niet geprivatiseerd te worden, gezien hun aard. Oh, ze zijn aard en dienstverlenende bedrijven. Oh, nou die vermaken ze tot een dienst van de overheid. Maar dan moet het een, 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 een staatsbedrijf worden, alleen maar om En um, in veel gevallen is wel verbetering nodig voor deze bedrijven, dat ze dus beter functioneren. Ja, maar die verbetering gaat weer geld kosten. En dat geld komt weer uit onze belastinggelden die beter besteed kunnen worden. Om bijvoorbeeld de ziekenhuizen te verbeteren. Ik ben laatst naar een vriend gegaan die in het ziekenhuis ligt. Die moet internetverbinding, radio's, een scheerapparaat. En achter hem, het bed zit er een paneel met stopcontacten. En hij zegt, nou je hebt genoeg stopcontacten om al die apparatuur aan te sluiten. Maar dat niet. Eén van die stopcontacten werkt, maar die andere drie, als je potas niet kan, de stroom en Ik zeg, wat well, is dit voor onzin? Dat hangt daar, ik zie uit een van die stopcontacten hangt een draadje. Ik bedenk, wat, wat, wat is dit voor verwaarloosde bananenkolonie? En er is er geld genoeg om te gaan reizen, en reizen, en vrezen, en brezen, en brezen en, en nezen en bezen. Maar er is geen geld genoeg om het ziekenhuis te onderhouden. Dat geen draadjes hangen uit stopcontacten. En dat de wasbak daar vol staat, het water kan niet weglopen. En dat er. Lang op hoor. Maar er is wel geld om deze lille koebedrijven hier 160 zoveel te subsidiëren. Om allerlei boevenbendes daar te faciliteren. Oh, sorry, ik heb geen boevenbende hoor. Hardwerkende uh, staatsbedrijven, directies en. Uh, ja, hoor, ik, ik trek mijn woorden terug hoor, voorzitter. Ja, goed, dadelijk word ik de zaal uitgezet. Maar goed, <laughs> dat komt straks. In ieder geval, niet privatiseren zou dan zijn. Bijvoorbeeld, Algemeen Bureau voor de Statistiek. Ja, die doen goed werk. Die zijn nu bezig, als ik me niet vergis, met de volkstelling. Um, fonds wie gebouw lager inkomen. Uh, Fonds Woningbouw, sorry. Nationale Ontwikkelingsbank. Hmm. Stichting Planbureau, Suriname. Boy, ja, Mineralen Instituut. Mineraleninstituut. Sankt, dit CASAS valt er ook onder. Telecommunicatieautoriteit, Suriname. Wegenautoriteit. Allerlei autoriteiten, maar hoe staat het met onze wegen? Hoe staat het met onze telecommunicatie? <laughs> Algemeen AOV. Oeh. Hmm. Management, no, Stinazu. Dit zijn staatsbedrijven die men niet moet privatiseren, maar wel moet verbeteren. Nou. Als ze verbeterd moeten worden door ons belastinggeld, oké, okay, ik zie hier namen waarvan ik zeg, die moeten inderdaad blijven. Laat deze bedrijven allemaal eerst hun jaarverslagen inleveren. Laten we even vragen welke van deze bedrijven bij is met het inleveren van de jaarverslagen. Je bent toch een staatsbedrijf, je eet dus uit onze belastinggelden die we met moeite moeten opbrengen. ja? Dan waar zijn je jaarverslagen? Mogen we ook van de minister horen, geachte minister, via uw voorzitter, welke van deze bedrijven hun jaarverslagen hebben ingeleverd tot einde vorig jaar? Dat laten we dit jaar nog niet bijrekenen. Mogen we dat weten, voorzitter, minister, assembleeleden, die nooit alleen maar kunnen vechten en grote bek tegen elkaar opzetten en tegen hun voorzitter, sorry hoor, maar dat is het. Ja? Dan moet je maar geen grote bek opzetten daar als een onbeschofte, drol dwars door de staalskreus. Niet één, allemaal doen het. Wat voor, wat voor bende is dat? Doe dit eerst. Hier moet je controleren. Ja, toch? Oké. Okay. Nee, maar daarvoor zijn ze daar niet. Dus laten we eerst vragen: de bedrijven die nog willen voortbestaan. en niet geprivatiseerd volgens de stuurgroep hoeven te worden. dat zijn 29 van die bedrijven. Oké, okay. laten ze eerst beginnen hun huiswerk te maken. Ja? Dus uh, jaarverslagen indienen. Laten we zien hoeveel ze inkomsten hebben gehad, hoeveel uitgaven ze hebben gehad en hoeveel subsidies ze hebben gehad. Ja, laten we dat eerst weten. Als ze hun uh, jaarverslagen niet hebben ingeleverd, sorry, per 1 januari gaat de stekker eruit. Dan gaan we maar geen statistieken meer hebben, en geen kustwacht meer hebben, en geen RGD meer hebben. Dan laten ze eerst hun jaarverslagen inleveren, potverdorie. Je zit laat die geld op te maken, dan leveren die deze jaarverslagen uit, in. Uit, Nou goed. Maar goed, ik heb niet gezegd dat ze het niet hebben gedaan. Laat ze het, laten we even horen wie B is met het inleveren van een geautoriseerd jaarverslag. Ik hoorde ergens zeggen van: "Jou wil ons jaarverslag indienen, maar we hebben geen geld om het te laten opstellen door de accountant. Mooi argument. Verder is dan hier genoemd in dat verslag van die stuurgroep een aantal bedrijven die dus zo min mogelijk moeten bemoeien enzovoorts. De overheid moet volgens de stuurgroep zo min mogelijk bemoeien met taken die beter door de particuliere sector kunnen worden uitgevoerd. Helemaal goede constatering van de stuurgroep. De overheid moet niet gaan bemoeien met particuliere zaak-bedrijfsleven. TV-politici willen via de overheid een soort particulier staatsbedrijf, weet ik veel, opzetten, want ze kunnen het niet zelfstandig doen. Of zijn ze te stom of te onkundig of ze hebben geen geld. Dan gaan ze de overheid gebruiken om het te doen met misbruikmaking van de macht die ze via de overheid hebben. Dat kan niet! Wat voor nonsens is dat? Nou, en privatiseren houdt in dat de staat haar aandelen aan het publiek ter aankoop biedt. Oké, okay, en een tender dus, en een openbare uh, 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 dingen van u kunt aandelen kopen tegen zoveel per zoveel. Nou, en het gaat om 33 bedrijven die meteen geprivatiseerd kunnen worden. Uh, ten eerste, volgens welk stappenplan? En wanneer begint het uh, volgens uh, deze aanbeveling? Wanneer is meteen na de verkiezing ervoor al? Nou ja. Uh, ik zie hier staan uh, innovatie, agro-processing, industrie en vee. Hé? IAP. Wist u dat dit bestond? <laughs> Landbouwbedrijf Patamaka bestaat nog steeds. Zal door de Binnenlandse Oorlog, dacht ik, uh, ten gronde gericht. Landsbedrijf Allianz. was ik dacht ik. Suriname zwaar materieel. Sir Zwam. Ja, dat hoor ik soms wel. Stichting machinale landbouw. Nou, dat hebben ze vanaf de onafhankelijkheid uitgeplunderd totdat er niets van over was. Toch? Surinamers namen over. Oh, dan heb je hier nog een. Oh, Suriname American Industry Maatschappij. Ah, dat is die seal Die kunnen we tegen. Oh, dus een rapport komt uit. Voordat wij het hebben we gelezen. De man snuffelt, snuffelt in een rapport. De man komt tegen. Hé, hey, Oké. Okay. Laten we dat daar direct doen. Uh, minister. Uh, uh, direct. Hé, uh, 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 connectie. Sitcon, uh, sitcon. Oh, kon. zijn niet Oké. Okay. Is me van Wilgen Sporthal. Surinaams postbedrijf. je moet dat in goed doorlezen. U zult schrikken als u al die namen ziet. We gaan die tijd hier nog de komende week ruim daarvoor besteden. Ik heb geen tijd om me bezig te houden met dat geklets, gewriemel, ge sorry, van al die politici die weer eens overlopen, teruglopen, weglopen, aflopen, aflopen, onderlopen. Ik heb geen tijd voor hun. Laat ze maar doen. Ik heb tijd om te weten waar deze bedrijven naartoe gaan. En hoeveel geld ze ons elke maand kosten. En of ze allemaal bij zijn met het uh, indienen van hun jaarverslagen. Oh, de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij staat er ook, onder, staat er ook op. Hakerin Bank, Self-Reliance, Roosevelt. Dus een aandelen van dat bedrijf. Ja, dat moet verkocht worden. Maar moet dat tegenwoordig van de overheid zijn. Alleen maar. En op termijn kunnen worden geprivatiseerd 71 staatsbedrijven. En de stuurgroep vindt dat ze niet direct geprivatiseerd hoeven te worden, want uh, ja, ze kunnen nog goed functioneren. Uh, want bij privatiseren zou het bedrag dat ze gaan opleveren relatief laag zijn. Dus laten we ze een beetje oppoetsen, schoonmaken, netjes maken. Dan gaan we ze verkopen. Maar dat gaat ons weer geld kosten. En de vraag is of we ze dan kunnen verkopen. Dus uh, ik denk dat het beter is om deze bedrijven. Precies in de staat waarin ze zijn, te koop aan te bieden. If the man want buying, buying. If the no want to buying, er wordt geen geld meer ingestopt hoor. Sorry. Ja, en dan zie ik hier allerlei bedrijven staan. Stinapa, wist u wat dat is? SAL. Oh ja, dat kennen we wel. Stichting Experimentele Landbouwbedrijven. <laughs> Stevie kennen we ook, Visserijbevordering. dienstplichtige ex-militairen. <laughs> Arme jongens worden allesbehalve goed nagezorgd. Oh, Anton de Kom, universiteit, die kunnen ook op termijn geprivatiseerd worden. De Volksmuziekschool, dat moet wel. Goed gedaan worden. CCS. Ach, waar is mijn belangstelling voor kunst en cultuur? Alleen maar om te gaan reizen. <laughs> Kokodraper. zit kom. Laat ik het overmaken. Nou, dan gaan we naar Colombia of naar Kazachstan of naar Boekistan of naar weet ik wat voor stan. Nou, dan gaan we door. Nou, dat ziet er niet best uit hoor. Dat ziet er niet best uit. Maar goed, ik. Uh... Ik wil er niet te lang meer op ingaan, want dit moet nog goed bestudeerd worden. Dan gaan we nu over tot de break. En daarna gaan we kijken over dus wat een van die uh, staatsbedrijven, twee van ze, ons hebben geflikt de jaren afgelopen jaren. Niet nu, in de afgelopen jaren. Tot zo! Correct in the Dutch. beste luisteraars, we zijn terug. In de ware tijd van 30-31 oktober jongstleden stond op de voorpagina een artikel met als kop... ...samenleving draaide op voor jarenlange verspilling en wurgcontracten van EBS en Staatsolie. Nou, de Raad van Vakcentrales in Suriname heeft herhaaldelijk, terecht dat klopt, benadrukt dat... Er doorlichting moet geschieden van staatsbedrijven zoals Staatsolie, EBS, Surinaamse Waterleidingmaatschappij en Telezuur. En die stel doorlichting komt maar niet. Natuurlijk niet. Je ja, hebt toch zelf gezien, onlangs is er 71 miljoen SRD verdwenen, gestolen, gejat, gedokt. ja. En niemand praat erover. Er is een chauffeur aangehouden of zo. Verder is niets. Er is een directeur snel, snel, snel met uh, ontslag gegaan. Kees we praten nog over 71 miljoen SRD. Is Go! Weet hoeveel we daarmee konden doen? Hoeveel we daarmee kinderen naar school konden sturen? Hoeveel patiënten een betere voorziening zouden kunnen hebben. Hoeveel zebrapaden kunnen worden gewit. O ja, sorry. Uh, u weet, de meest onveilige plek om over te steken in Suriname is het zebrapad. Laatst is er weer een bus door rood gereden. Hij wilde via die rechterbaan, daar bij de School, als ik me niet vergis, doorrijden. Terwijl hij links moest stoppen, maar rechts ging afslaan. Dan man, hij een vrouw broek uh, onder been. Is toch niet goed, man. Wat moet met zo'n verkeerscrimineel gebeuren? Ze hebben die bus in beslag genomen en eh, hij moet ook in beslag worden genomen. Maar laat hij een paar weken gaan brommen eh, tussen die lieve jongens daar ja, in de arrestantencel gaat hij nooit meer door rood rijden en op zebrapad vrouwen omverrijden. Ja? Maar daartegen wordt niets gedaan. Nee, kom nou. Oil en gas. Oil en gas. local content Local content Ach, oh, ok, klets Maar goed, in ieder geval We hebben dus hier die um, uh, Texas van Wilfred Lewin En er is een mooie foto bij, waar mensen te onderhandelen, weet ik veel. En dan staat er na intensieve onderhandelingen, maar meer dan dat door vasthoudendheid van de energietarievencommissie van Ravakzuur, is afgedwongen dat de oneigenlijke tarieven van de IBS zijn teruggedraaid op basis van een veel goedkopere kostprijs voor het opwekken van energie. Je weet, men had gekeken, dat is niet waar, en dat is niet waar, die commissie berekent fout, en dat. Nonsens, wees hebben gelijk. Ja, want wij zijn de grote staatsbedrijven. Nou, boy. Robert Amarali was lid van die uh, technische onderhandelingscommissie van Rafaxur. En daarin hadden nog meer zitting uh, 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 Diana Dwarka uh, Edmund Neus en Robert Young. Uh, nou, ik moet één ding zeggen: hulde, grani, ja, voor deze helden. Ja, we zitten allerlei verkeerde helden te vereren. allerlei ja, ja, uit het verleden. Maar goed, maar dit zijn voor mij de helden. Ik zal ze nog eens noemen. Al zijn het een paar schoonsmacheerders ertussen. <laughs> Op hun manier. Maar hier zijn ze voor mij, in dit geval zijn het mijn helden. Robert Amarali, held nummer 1. Diana Duarta, held nummer 2. Edmund Neus, de rekenkundenaar, held nummer drie. En Ruben Young, held nummer vier. Dit zijn mijn helden. Zij hebben ervoor gezorgd dat een... Laat maar geen domme dingen zeggen. Dat een geweldig staatsbedrijf één en een nog geweldiger staatsbedrijf nummer twee... die met elkaar allerlei tjoetja uithaalden en ons hebben opgelicht al die jaren... Ja, dat we nu minder stroom hebben gaan kosten hoeven te betalen. Laten we niet zeggen dat we nu Eerko volop moeten draaien, oh nee ze zullen wel een manier vinden om die zaak weer <laughs> omhoog te krijgen in ieder geval, zo hebben we gezien, door een vuist te maken en vast te beten. deze commissie is vergeust, is uh, ze hebben ze beklad, slecht door, zwart gemaakt, wit gemaakt groen gemaakt, alles gemaakt maar ze hadden gelijk thanks commissie, thanks Ravak jullie hebben je werk goed gedaan in het voordeel van ons we the people en niet die nee. in ieder geval er um, is dus inderdaad dat er over een periode van 10 jaar meer dan 21 miljoen US dollar te veel is betaald ja? voor het transporteren alleen hè? voor het transporteren van olie naar de thermische centrale te Vele mensen zullen zich afvragen: van, wat is dat? Ze moet toch betaald worden? Luister nou. luister u goed. Die olieraffinaderij daar op Tulivo, die dus zware stookolie onder zware druk kraakt tot lichtere olie, diesel en zo, die veroorzaakt enorm veel hitte. Toch? Bij het kraakproces ontstaat er veel hitte. En die hitte die wordt dan door een pijpleiding van misschien uh, twee straatjes lang wordt die getransporteerd naar een thermische centrale. Die staat op hetzelfde terrein van die raffinaderij. En daar wordt die hitte omgezet in stoom en daar wordt daarmee energie opgewekt. Dus die hitte, dat heet materiaal uit die, uit die, uit die, uit die uh, raffinaderij... Hoeft echt geen kilometers lange pijpleiding met. Ge nee hoor, het is nauwelijks op het erf. Ja? Nee, nee, nee. Die thermische energie gaat van die raffinaderij naar die opwekcentrale, ook op hetzelfde terrein. En daarvoor wordt er 4,85 US dollar tarief per barrel opgebracht. Dat is een tarief waar je kilometers lang een pijpleiding moet onderhouden en, en transporteren. Terwijl die pijpleiding misschien maar 100, 200 meter is. Ja? Dankzij deze commissie, volhouden en doorbijten van deze commissie, is dat bedrag van 4,85 US dollar transport per barrel olie teruggebracht naar 65 cent US dollar per barrel. Kijk hoeveel die kostprijs per barrel van onze energie daardoor naar beneden gaat. Dus al die jaren zijn we gewoon opgelicht. Ja? Ik heb fout gesproken, hè? No? Oké, okay, dan brengen we voor de rechter. Zullen we bewezen met die, de resultaten van deze commissie dat we al die jaren zijn opgelicht. Moeten zo boos worden, kan me schelen. Ik heb al die jaren te veel betaald. Ja? En dan worden mensen, ja, goed, dan moet ik niet zeggen. Nee, maar ja, nabel. Ja tjoep man. Ja, nee. Waarom moet je deze dingen zeggen? Oké, okay, dan zeg ik het niet. Hoor oh, ze hebben al die jaren goed gedaan hoor. Ze hebben geweldig geproduceerd. Ze hebben ons land vooruitgebracht. Ze hebben zoveel miljoen dollar gestort in staatskas, wat ze toch hebben opgevrieten. Sorry, opgegeten. Ja? Oké. Okay. Maar Ze hebben ons opgelicht. Oké. Okay. Um, er is toen uh, ook gezegd dat er dus andere zaken. Oké, okay, er is wel een toestand geweest. <laughs> toen toen dus deze zaak aan de, aan de orde stelde, heeft de overheid Rafaxuur in Lucky Twins uitgenodigd in het restaurant. En de, overheid, de, de gemeenschap heeft dat toen ge, 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 gebruikt om te zeggen: van de mango de tjom, ze hebben zich laten omkopen door de overheid. Nou, en dat heeft de, uh, hebben de vakbondsleiders toch wel erg gevonden. Dat men op die manier hun heeft betiteld, alsof ze zich door een lekker etentje hebben opgekocht, uh, of ingekocht. Dat is niet waar, dus gebleken. Ze hebben doorgezet. Oké, okay, dus in ieder geval uh, de vakbondsleiders, Arman Sunder, Anand uh, uh, Dwarka, Robby en Errol Snijders, die hebben dus inderdaad een goede job gedaan dus met hun commissie dit te doen. Uh, maar ik denk dat de heer Bernenstein toch wel daar een voorhoede rol heeft vervuld. Uh, terecht moeten wij dus nu eisen dat ook SWM en telesuur op dezelfde manier worden doorgelegd. Want we weten al lang, oké, okay, SWM niet zozeer, maar bij telesuur, jongen, dat, 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 dat. dat. Uh, nou ja. En dat daar op allerlei manieren wordt voorkomen of gedwarsboomd wordt dat zo'n doorlichting geschiet. En dan kan het niet en dan wordt dit niet en dan... Eh, natuurlijk toch, als je doet onder de grond staat, dan maak toch. Oké, in ieder geval dat was dus het artikel over dus die... Uh, kwestie van EBS en Staatsolie, hoe ze uh, dat balletje naar elkaar hebben gespeeld. En eindstand zijn wij degene die te veel hebben betaald. Intussen hebben we... Intussen, oh, die raffinaderij heeft ons ook bijna twee maal zoveel gekost. Hoe komt dat? Dat is nooit verteld. Oké, okay. um, dan hebben we een ander dingetje. Even tussendoor... We hebben onlangs, afgelopen week, Diwali gevierd. En iedereen vond dat zo mooi enzovoorts. Ja, ja, ja. De lichtjes gingen aan. Maar wat, wat is de oorzaak? Wat is de zin? Wat is de reden? De aanleiding van dit feest. Kijk. Vele volkeren hebben als kalender de maankalender. Niet de uh, zonnekalender. De maankalender. En de maankalender begint met. Uh, of begint of eindigt, kan beginnen hoe je wil. Begint met nieuwe maan. Dan is er helemaal geen, geen maan. Dan is de, de, de hemel donker zonder de maanlicht. Dan krijg je uh, eerste kwartier. Dan heb je halve maan. En dan krijg je volle maan. En dan neemt die maan weer af. Dan krijg je laatste kwartier. En dan wordt die maan steeds kleiner, smaller, dunner. En dan krijg je weer dus. Die nieuwe maan. En de periode tussen die ene nieuwe maan. en die volgende nieuwe maan. dat is een maand. Zie je hoe het in elkaar zit? Mooi toch? Een periode van de, de, zoveel 30 dagen. Nou, en uh, vele volkeren hebben dus de maankalenders Ze hebben al deze maanden. Een naam gegeven, de, de maand Aghoen, de maand dit, de maand uh, uh, bij de moslims ook. Ja, dan wordt dus de Ramadan gevierd en noem maar op. Oké, okay. dat zijn de maandstanden. Dat is de meest duidelijke manier om de maanden in te delen, via de maankalender. Um, meestal zijn dat 30 dagen, maar op een gegeven moment hebben we ook, via de tijd van de Romeinen enzovoorts, is de zonnekalender Ingevoerd en die bestaat uit 365 dagen. En dat is niet evenveel als 12 maandstanden. Het ja, dat, dat klopt niet precies met elkaar. Dan heb je 360 dagen en dan, ja, daarom moesten sommige maanden dan 31 dagen hebben en andere 30 dagen hebben. Dat was het inpassen van de maankalender in de zonnekalender. Die dus gebaseerd is op de tijd dat de aarde één keer een ronde om de zon maakt. Dat is een jaar genoemd. Maar in die tijd draait de maan ook twaalf keer om de aarde. Dat is het jaarkalender van de maanstanden. Maar die twee lopen niet precies parallel. Daarom een, een jaar volgens de zonnekalender duurt een jaar 365 en een kwart dag. Ja, dus na vier jaar moet je dus één dag compenseren op die maand, kalender, jaarkalender van ons. En dat heeft men bijgeplakt geplakt bij de maand februari. Dan telt februari daar 29 dagen. Je weet, daarom trend. Dat is normaal 28. En in die ene, dat ene jaar na vier jaar wordt het 29 dagen. En dat wordt dan een schrikkeljaar genoemd. En er is allerlei bijgeloof. Want in schrikkeljaren, uh, als je geboren wordt, of als je, uh, weet ik, 40 gaat erge dingen gebeuren. Maar we maken praatjes. Het is gewoon die compensatie van die kwart dag die we elk jaar eigenlijk. Uh, ja niet bijtellen Als twaalf uur s'avonds Is een kwart dag verder pas begint het nieuwe jaar Maar goed uh, Dus zo zijn die maandkalender En jaarkalender een beetje op elkaar Gaan, uh, gaan, gaan matchen Nou die hindoes toen ter tijd in die Indusvallei waren heel ver gevorderd met het bestuderen van de hemel. Dus ik bedoel, de sterrenhemel. Ja, ze hadden allerlei astrologische toestanden uit, uitgedacht, uh, uh, sterrenbeelden. Dus dan gingen ze lijntjes trekken tussen al die sterren en zeggen van kijk, dat is het sterrenbeeld van, vertaald door grote beer en het sterrenbeeld van Leo Leo, ja, het sterrenbeeld van Virgo Maagd. Het zijn gewoon lijntjes tussen sterren En die sterren liggen, grote afstanden van elkaar. Maar ze waren heel ver, dus in het bestuderen van de sterrenhemel. astrologie is daarom ook nog steeds erg uh, ver bestudeerd met karaktertrekken. En als je geboren bent onder een bepaald sterrenbeeld, dan heb je bepaalde invloeden ondergaan. Oh, dat kan, ik weet niet het bewijsmateriaal. Ja, het, is zijn, het zijn zeker die dus niet 100%, maar toch wel aardig kloppen. Nou, ze hebben toen ontdekt dat elke maand. De uh, sterrenhemel om ons heen, s'avonds dus zichtbaar. Overdag is die sterrenhemel er ook, maar het zonlicht uh, straalt op de dampkring en dan zie je de sterren niet. Maar tegen de avond uh, gaat dus, uh, het weerkaatsen van het zonlicht op de dampkring gaat weg. En dan zie je dwars door die dampkring nu weer de sterrenhemel daarachter. Maar goed... Uh, ...je moet goed kijken bij het ondergaan van de zon... ...dus als net nog als het niet donker wordt... ...zie je aan de hemel... ...zuidelijke hemel... ...zie je dan een ster. Ja, Terwijl er nog geen andere sterren zichtbaar zijn... ...want de hemel is nog een beetje verlicht... Ja, ...bij de ondergaande zon... ...dan zie je al een ster. Dat is geen ster, dat is een planeet. Dat is Venus. Het is planeet Venus, zie je dan... ...want die ligt op in de ondergaande zon... ...want die ligt dichterbij de zon. Maar goed, dat is een ander ding. In ieder geval, die hindoes hebben toen ontdekt... Dat elke maand die sterrenhemel. Zat dus als je op een stoel zit, en dan verschuift de, de hemel langs je heen. elke uh, maand een stukje. En na twaalf keer zie je weer diezelfde van twaalf maanden terug. Dan heb je één jaar voorbij. En ze merkten dat bij een van die maanden. bij de nieuwe maan, dus die maanloze uh, avond. dat het heel erg donker was. Dat je keek tegen een stukje sterrenhemel vanuit de aarde, vanuit hun positie daar in Azië vooral. Dat je tegen een donker stuk sterrenhemel keek. Ja, en dat die maanloze Nieuwe Maanavond heel erg donker was. Waren er waren nauwelijks sterren te zien. En die avond hebben ze dan uh, uh, uitgeroepen of, of bestempeld als de meest donkere maanloze avond van het jaar. En op die avond wordt dan. Die Diwali Wali gevierd en dan wordt het licht ontstoken zodat er ja, weer licht is in de duisternis. Dus dat is de zin van dit feest. Ja, je kan er natuurlijk een hele hoop uh, mooie dingen aan verbinden en dat er ook dingen zijn gebeurd uh, op die avond in de in loop der historie. Maar dat is de zin geweest om deze avond van deze maand. Ja, in het Hindoeïsme is er een ander naam voor die maand, Dagpagoen nog, weet ik. Ja, uh, die Diwali wordt gevierd op de meest. Donkere, maanloze avond van het jaar. En elke uh, keer kijk ik, inderdaad, het is, in de stad is het moeilijk te zien, want je hebt veel licht vanuit de uh, grond, elektrisch licht. Maar als je buiten op het platteland bent, waar er weinig elektrisch licht is, dan zie je ook dat deze avond heel erg donker is. Er zijn nauwelijks sterren te zien. Oké. Okay. Dat was dus de zin van die Wali. En natuurlijk waren er weer allerlei politieke boodschappen. Hoe we dus het licht moeten vieren. En, 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 en hoe we dus uh, moeten gaan werken aan licht in de duisternis. Ach, dat Nou ja, ze doen maar hoor. <laughs> Inderdaad. Maar goed. Um, ja, dan een beetje een minder leuk ding dat gebeurd is in de assemblée. In de assemblée. U luistert nog steeds naar Connecting the Dots met Rappa. Connecting the Dots, we zijn er weer. Nou, um, wat is er gebeurd? Allereerst heeft um, de heer Bova uh, in de assemblée een betoog gehouden waarin hij terecht sprak over de troep. Die er is ontstaan door het niet ophalen van het vuil in verschillende gebieden, in de districten, in de weken van de stad buiten, randweken, noem maar op, weet ik wat um, Terecht. En er wordt vaker gezegd, en het is weer opgemerkt, steeds als er een soort frontregering is, dus met die traditionele etnische partijen bij elkaar geharkt, alleen maar om regeermacht, niet om principes, alleen maar om zakkenvullers bij elkaar te harken, om regeermacht te krijgen. Nou, steeds als dus zo'n frontgroep aan de macht is, kun je merken aan de troep die men achterlaat dat zij aan de macht zijn. Veel wordt niet goed opgehaald, de stad stinkt. Als ze een vergadering houden, zijn flesjes en proppen tot dagenlang voor hun partijcentrum op het trottoir slingeren in de goten. Als ze feesten houden, hetzelfde als. Een, de, 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 nou, dat is een troep maken ze ervan. Terwijl, het is niet om reclame te maken. Maar als de NDP-groepen aan de macht zijn, is het diezelfde avond opgeruimd. Bij hun partijcentrum of bij het feest dat gevierd is in de stad, of bij een andere massamieting. Het is opgeruimd. Staat netjes. Militarisme toch? Goed zo. Dat is het verschil. <laughs> nou. We hebben nu weer zo'n ...achtige uh, toestand. Eh, je ziet het, vuil wordt niet opgehaald. Zo was een, een tijdje terug, een paar maanden terug, een of andere massamieting daarbij. Olie van die rommel was tot bij ons straten ver te zien. Dagenlang. Bussen die stonden te wachten op mensen die van her en der waren gebracht. Die stonden daar dus, uh, allerlei frieterei werd door die chauffeurs uit die bus geschmieten. En wij moesten het gaan oprapen de volgende dagen. Anders zaten te zeker te pissen daar tegen dit. Dat is dat beleid. Te zuipen en die, die flessen werden daar geschmieten. En wij moesten het maar opruimen die daar in de buurt rond dat partijcentrum woonden. Dank u. Dank u voor deze discipline. Alleen maar om uh, mode te maken. Hoe geweldig je vult je partijcentrum. En hoe geweldige aanhang je laat halen. Maar alleen maar morserij achterlaat voor ons die daar niet om hebben gevraagd. Gaat uw gang. U gaat het nog ver brengen. Met u, uw partij, uw aanhangers. En helaas met ons land. Ja? Oké. Okay. Dank u. In ieder geval, um, terecht uit Bouvard, dus uh, nogal veel kritiek op die verre. Natuurlijk, hij speelt ook zijn politiek met die verkiezingen in aankomst. Ja. Maar ik bedoel, met dat vier jaar aan het bewind, kan jij nog niet eens de vuilophal organiseren? Dan komt een of ander idiootstom achterlijk uh, argument. Ik zeg niet van wie, ik ga geen mensen beledigen. Dat ja, de vuilophaal is verdeeld over meerdere ministeries. En daarom kunnen we het niet organiseren. Dan nou ben je goed. Waarvoor nou zit je daar? Alleen maar om te gaan reizen? Begin je ordening, je bent daar hoofd van de regering, uh, je bent niet hoofd, je bent daar regering om het land te ordenen, de, de huishouding te regelen. Niet om allerlei knoepen draaien, reetjes uit te halen en. Ja. Nou, dus Bouvard had gelijk. Oké, okay, maar het was wel een beetje. <laughs> wat er ook kritiek op hun kunnen opleveren van jaren terug. Maar goed, oké, okay, goed, hij had gelijk. Nou, daarna. Uh, ...kwam een uh, ander uh, um, um, assembleelid aan de beurt van de tegenpartij. Een van de oudsten daar in, dat, uh, in die club. Uh, opportunist van je welste, um, kretsmajor. Uh, uh, die is al lang zijn tijd overleefd. Een half district heeft hij zich ten gunste van zichzelf toegewezen gekregen. Ja, door allerlei uh, manipulaties. En die kwam dan te, als antwoord geven... Dus niet om te wezen hoe het verder toegegaan is, waarom er geen vuil kan worden opgehaald. Die zegt van, ja, als wij het geld hadden, dat jullie, die partij van boven, dat jullie hadden toen jullie aan het bewind waren en alles hebben opgemaakt en geen schulden hebben, alle schulden, als wij dat geld hadden, was er wel veel opgehaald. Wat voor onzinnig achterbaks ondermans, on, ondermans ja, dom, kinderlijk, infantiel, seniel, Argument is dat. Ik bedoel, wat is dat nou? Vier jaren terug, ga je daarover weer praten? Heb je niets beters te zeggen met je mond daar in die assemblee? Duvel op man. Maar omdat je zo'n geweldige. Nou ja. In ieder geval, natuurlijk wordt die andere man boos. Ja? Maar die gaat dan weer in de fout om dan dwars door die zaal dingen te gaan schreeuwen. Ik bedoel, hou je mond daar, je hebt het beurt gehad. Als deze meneer met allerlei ondermaatse, idioten tegen tegenargumenten komt. Libamang! Ik bedoel. Laat hem, hij maakt zichzelf belachelijk. Ga jij als assemblée jouzelf nu niet belachelijk maken. door dwars door die zaal te gaan schreeuwen. Want nu je poring die je schreef. Je hebt zo net een mooie, kritische, ware speech gehouden. Met Goeie argumenten en punten aangehaald. En je hebt flink de OE-minister en de regering naar zijn moer gestuurd, terecht, om het zo te zeggen. Jouw beurt is voorbij. De andere kant komt aan het woord, dat is democratie. Al komt die met de meest stomzinnige opmerkingen. Lieb man, heeft de beurt, laat hij praten. Ga niet als een driftige puber. Uh, Onbezuisde, uh, ongecontroleerde voetzugar, ja, skutterraket, zonder <laughs> leiding, ja, ga je nou door die zaal schreeuwen? Wat bereik je daarmee? Je maakt de voorzitter van de assemblee boos, want die kan dat niet tolereren. Ik bedoel, als ik les geef, kan ik niet tolereren dat leerling A, die vindt dat leerling B iets heeft gezegd. Toen hij aan het woord was tijdens de spreekbeurt, dan gaat leerling uh, A. Ah, nu, nu hij aan spreekbeurt heeft dingen zeggen, dan gaat leerling B nou dingen door de klas gereunen. Ik zeg: Oh, je mond, je hebt je spreekbeurt gehad. Ja, maar, 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 maar ik zeg: Oh, je mond, anders ga je de klas uit. Ja, ik het is uw zaak. What? Dan kom je mijn grote bek geven? Ik donder je op uit die klas. En als je niet wil gaan, dan haal ik de, 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 de bode en de directeur. Zeg die, zo, sleep hem met die klas. Dan mag je mooi gaan schreeuwen. Kom, jij mijn leef, kom, jij mijn lichaam. Wat is dat voor nonsens? Kom niet aan je lichaam. Je moet de zaal uit. En als je de zaal niet wil uitgaan, en je blijft zitten als een, als een bouw daar, want je wil hoe geweldig je bent. Dan ga je door de parket de Paleiswacht of de zaal wachten, ga je door de zaal gezet worden. Dan mag je hardop schroeven met een paar visweven achter je aan, die schroeven ook. Ja, maar Wat voor vertoning is dat? Moeten we op deze mensen stemmen straks? Moeten zij het bewend overnemen? Ze moeten allemaal op Ze horen daar niet thuis. Ze moeten zich niet te gedragen in de vergaderzaal. Ze geven schande. Want deze filmpjes gaan viraal wereldwijd. Kom niet aan mijn lichaam. Dan gaat donder op uit die zaal. Dan gaat we weg. Dan gaat niemand je wat aanraken, toch? Maar je blijft zitten. En ik heb voor het eerst een goede uitspraak gehoord van de um, leidinggevende van het ministerie van Justitie. Ja? <laughs> en die heeft gezegd dat als iemand weer spannig is. En de politie dan de opdracht geeft die persoon. Dat mag die weerspannigheid gebroken worden. Dus dan mag je die persoon dus met lijfelijk geweld dus zijn weerstand uh, breken. Dus dan moet je een paar meppen geven. Je hebt, je hebt het recht daartoe. Je hebt de opdracht gehaald gehad van haal die man weg vandaar. Die man wil niet weg. Dan sliep hem desnoods de zaal uit. En dan mag mijn hart opschroeven. Kom niet aan mijn lichaam. Dan ga weg dan uit jezelf. Goed, ze zijn toch weggegaan. Ze hebben een begeleid, zijn partij genoten. Nou, oké. Okay. Het was een zeer onsmakelijke, laag bij de grondse vertoning. En dat mag ik zeggen en dat moet ik zeggen, want ik ben de burger die moet gaan stemmen straks op dit soort mensen. En ik ga niet op ze stemmen. Ik ga op andere mensen stemmen. Wie het ook is, maar niet op deze. Punt uit. En ook nog die andere die daar steken en prikken onder water geeft. En als men boos wordt, dan doet hij alsof hij niets heeft gezegd. Ook die komt, ga ik ook niet opstemmen. Ja, we dat we een lijn trekken en zeggen: wij doen dat niet. Dan stemmen we desnoods op de meest kleine partij die nooit is binnengekomen. Laat ze daar binnenkomen met tien zetels. Klaar. Dat zullen we zien. Is dat beter dan dit gedoe? Maar aan de andere kant is mij ook opgevallen dat fractievoorzitters. Geen rol hebben. Ze zijn voor mooi, mooi. Als ik een fractievoorzitter van een team ben. Ik ben, dat is bij een voetbalteam. Hè? Ik ben dus een teamleider. En een van mijn spelers uh, gaat een keer tegen een grensrechter. Dan ben ik de eerste. Ik zeg, hé hey John, die li baan Dan maak ik ook even vlaggen. Dan, dan we wachten we wat de scheidsrechter zegt. Ik moet als fractievoorzitter optreden. Dan waarvoor ben ik fractievoorzitter? Om te dokken. Als een lafaard. En doen alsof er niets aan de hand is. Dan zit je net daar als fractievoorzitter. En je, en je roept jouw eigen uh, 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 lid van de fractie niet tot orde. Aan de andere kant, hetzelfde. Heb je ook een fractievoorzitter die als een bouw daar alleen maar dingen kan uitkrijgen. in opdracht van zijn hogerhand. Maar om, binnen zo'n fractie, deze, die figuur die speldeprikken uitdeelt aan de tegenpartij, en zegt: uh, Mag ik even, voorzitter, mogen we even uh, schorsen? Dat nee, tak namelijk hey, hey, yoga, ja, of, of, of yogo, of hoe je heet, ja, uh, nou, nah, nah? zeg die dingen niet. Hoor je rustig, dat gaat die kerel dus niet maken. Nou, maar, goeie rustig. Oké, okay, uh, voorzitter, we zijn klaar, we kunnen schorsing opheffen. Je moet optreden binnen je fractie, daarvoor ben je fractievoorzitter. Ja, je bent toch als fractievoorzitter, heb je toch een functie om jouw fractie te leiden en tot orde te roepen voordat het een, een, een bende daar wordt? Daar zeg je niets. Beide fractievoorzitters Dat hebben niets gezegd, ook in het vorige geval. Toen meneer uh, Babu Jones daar keer ging, Ebu of waar, weet ik hoe je hij heet. Die fractievoorzitter zat ook als een bouw daar en deed niets. Ik bedoel, ik weet het niet hoor. Daar begint de wanorde. Ja. Er zijn reacties gekomen. De NDP vond dat, dus, uh, meneer Marinus B. heeft gepoogd door de politie. Uh, heeft die opdracht gegeven op verzoek van de voorzitter. Uh, Marinus B. werd gepoogd door de politie om hardhandig leden van de NDP-fractie uit de zaal te verwijderen. Met andere woorden, voorzitter B. heeft opdracht gegeven: haal ze hardhandig uit de zaal. Het is een vertekening van het beeld. De voorzitter heeft de vergadering geschorst. Hij heeft gezegd: politie, wilt u die man uit de zaal begeleiden? En als je weer spannig wordt en weigert te voldoen aan die opdracht, dan word je met harde handen de zaal uitgehaald. Dat is goed. Veel hebben kritiek op meneer B. Ik vind dat hij goed heeft gehandeld. En ik vind dat hij een voorzitter is die tot nu toe boven alle anderen uit een redelijke job heeft gedaan. Zeker weten. En de ondervoorzitter ook. Ja, dus dit. Nee, dat is bedoeld. Dan gaat hij de schuld krijgen. En het optreden van de politie heeft het huis van de democratie, staat in dat bericht van de NDP, het optreden van de politie heeft het huis van de democratie, democratie verlaagd tot een ruimte waarin dictatuur dreigt binnen te treden. Hallo, waar komt de dictatuur weer vandaan? Oké. Okay. Ja, uh, in het recht van vrije meningsuiting van volksvertegenwoordigers ernstig wordt beperkt. Heeft meneer Bouw van niet het recht van vrijheid van meningsuiting ernstig beperkt door dwars door de zaal te schreeuwen terwijl een ander lid het woord had? Hebben leden van deze partij, en ook van andere hoor, echt niet van deze partij, in dit geval dan. Hebben zij niet uh, 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 dictatuur. Nou. Uh, en, en, en hebben zij ook niet het niveau van dit huis van democratie verlaagd, helpen verlagen? Dan is het de voorzitter die fout is. Nou, dat is een vertekening van het beeld, toch? Deze handelingen getuigen van pogingen om kritische leden van de oppositie te willen muilkorven. Het is niet kritisch, het is, het, is, het is laag bij de gronds. Venters, het zijn goede mensen hoor, maar ik bedoel, Wojo je dat zijn goede mensen daar, maar dat doe je daar, achter de markt. Niet in de assemblée. En dan is nu, Anderen hebben de schuld. Jij niet hoor, je hebt je niet gedragen. Nee, jullie hebben heel rustig gedragen zoals de, de reglement zegt. Dus de, 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 de ene kant praat goed wat ze fout hebben gedaan, en de andere kant geeft ook een bericht. De coalitie zegt: DNA vervult een voorbeeldfunctie. Nou, zij zijn ook een heel goed voorbeeld van hun voorbeeldfunctie als fractie van de coalitie. Er nou, is ook niet veel uh, soep met ballen daar de afgelopen vier jaren wat ze daarvan uit hebben gedaan. Dus ook die moet maar niet kletsen. Ja, met een bericht komen alsof alles koek en ei is. En zij zijn de geweldige. En leden van de DNA moeten individueel als collectief verantwoordelijk zijn voor het handhaven van het niveau 8 geklets. Ze moeten naar zijn hand in eigen boezem steken. En niet de hand in andere boezem steken. Die moeten ook een hand in eigen boezem steken. Ja, de coalitie roept daarom alle leden van DNA op om zich te houden aan de gedragscode van het parlementslid. Dat wordt, ja, dat is wel waar in dit geval. Dat meneer die ene meneer die daar steken onder water geeft en de tegenpartij uit zijn tent lokt, die moet zich ook houden aan die code. En niet daar als een. Als een ja. Kletskoeken bij elkaar. Moeten we op dit, dit, dit stelletje weer gaan stemmen? Kom door, dan gaan ze weer vijf jaar lang racen en 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 ons belastinggeld om. Maar ze moeten geen salaris meer krijgen. Gewoon geen salaris meer. Klaar. Ze werken allemaal elders. Dat is hun uh, 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 loon. En ze komen in de assemblée en er wordt alleen s'avonds vergaderd, want overdag moeten ze werken. Zoals het was in de staten van voor 1945, werd er vergaderd alleen s'avonds, want de statenleden werkten allemaal overdag. En ze kregen geen centvergoeding. Ze mochten wel, als die vergadering een beetje langer duurde, mochten ze een glas limonade krijgen van de staten. Dank u. Deze zitten zich vol te eten. En nee, laat maar hoor. Oké, okay, ze mogen het. Maar hoeveel wetten hebben ze in ons voordeel uh, goedgekeurd? Ze kunnen die wetten niet eens uh, amenderen. Vele van ze kunnen wetten niet eens lezen wat daar staat. Ja, een beetje juridisch taalgebruik. Maar, ik bedoel... En als je zegt van ja, er moet een minimumscholing zijn van minstens een bachelor-niveau, dan hoor je van ja, maar dan kunnen die arme jongens van het volk daar niet komen. Dan moeten ze hun onderwijs volgen, vrij onderwijs. Als je geen bachelor-niveau hebt, kom je niet in de staten, in het parlement of in de assemblee. Punt uit. Want dan ga je allerlei domme dingen doen daar en wetten goedkeuren en vragen: van, is, is Maréchauzen nou, voorzitter? Oh, Maréchauzen. Oh, Maréchaucy. Ik, 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 heb, ik vind het goed hoor. Ik arme jongen wordt daar gegooid voor de wolven. Terwijl je jongeman moest hebben opgeleid dat hij het nu vol heeft om daar een goede beurt te maken. Want het is geen domme jongen die dat gezegd heeft. Ik, ik vind het toch wel een jongeman die heel goede... Die jongen die Marit had gezegd. Ja, ik bespot hem niet. Maar ik vind dat je zo'n jongen niet voor de wolven moet gooien. Ja, waarbij je weet dat hij toch wel goed beslagen ten eis moet komen daar. En een redelijk niveau moet hebben. Om te kunnen lezen wat voor amendementen. En wat voor dat desnoods zet iemand bij hem. En betaalt die persoon als, als adviseur. Als juridische persoon dat hij een goede beurt maakt. Natuurlijk. Ik bedoel... Je moet investeren in je assemblieleden En niet allerlei domme ja-knikkers daar zetten. En ze zoet houden. Dan mogen ze een grondje kaveltje pikken en dan twee nemen. En dan mogen ze één verdienen. Waar zijn dat Daar begint het. Dan mogen we klagen. Ja, het land loopt achter. Hoe gaan we dat Kijk, het niveau dat we zelf hebben gekweekt. Je zou eigenlijk moeten hebben dat ze eerst in de districtsraden. of in zo'n jeugdparlement er was. dat ze daar eerst hun niveau moesten oefenen. en opleiden. en omhoog gaan. En van daaruit kun je dan. was een tijdje goed. boven. is ook uit die groep. De, uh, de jeugdparlementaris en nog meer. Ja, ze hebben het gemaakt. Ja, dat moet die kweekvijver zijn. Maar het hele jeugdparlement is ook opgedoekt. Ik weet niet wat ervan. Geworden is een of ander. Uh, 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 daar moet je die mensen kweken. En daarop geld investeren. Dan krijg je een hoger niveau. Maar goed, um, de tijd loopt. Uh, even een, uh, uh, een, een, een kleine smering voor de stembanden. En dan zijn we hier tot slot een artikel over uh, tweede poging: verzoening stadskriool en marron. Connect in the Dutch. Artikel van Eurita um, Chanauai. Eurita Chanauai, sorry. Mijn bril zat niet goed. Ja, mooi excuus. <laughs> Is niet waar hoor. Ja, ik heb niet goed, niet goed gelezen. En ze heeft een artikel geschreven met als titel, ik noemde het al zo net: de poging, verzoening, stadskriool en maron. U weet, uh, er is wat gedoen, uh, te, te doen geweest, de bundeling van Afro-Surinamers. En, en dat het moest allemaal zo worden genoemd. En dan zijn ze allemaal uh, één volk, ja. Iedereen blijft zijn identiteit behouden. Maar het zou dan een benaming zijn onder één paraplu. En dat zou ook bij de telling van, de, uh, van het volk, dus de volkstelling, zou dat ook een rol spelen. Ja, u weet, ik heb al vaker kritiek geuit op dit ding. Wat tellen we bij een volkstelling? Tellen we Krioeltjes, Javaantjes, Afro-Surinamertjes, Marontjes, Aukantjes, Saramakantjes, Hindustantjes, Javaantjes, Chinezen? Nee toch, we tellen Surinamers. En ook niet Surinamers, dat weten we, veel Engelsen, Guyanezen, Indiërs en noem maar op. Wat tellen Surinamers. Als je Nederland een volkstelling. Ja, waarom Nederland nou weer? Maar goed, op wordt gewoon. Gaan ze tellen hoeveel Groningers zijn, hoeveel Drentenaar, hoeveel Geldernaars? Nee, je weet wel ongeveer. Die was het niet. Ik kan me herinneren, in de jaren 60 was er, of oh, 64, 63, ook zo'n volkstelling. Dat was een jongetje van. Uh, vier, ik had je al verteld dat er toen ook uh, vragen werden gesteld over de landaard. En toen was hij Hindustan, Kriool, Javaan. En ze vond het niet leuk. En ik zei aan mijn moeder: We zijn toch Surinamers? En die mevrouw kijkt me zo aan. En wat moet deze nou? eens droeg achter zijn oren een man plein nationalist. Ik had het niet door. De mensen zijn ook bij mij thuis geweest, deze keer. Ik mijn Opa, noem eens noem volksstemmen. Ik zei: Hallo, daar gaan we weer. En toen bij de vraag van etniciteit. Uh, u bent niet verplicht uh, daarop in te gaan. Nou, nou, ik wil antwoord geven op die vraag. Maar welke mogelijkheden mag ik invullen? Dat is mijn kaardening. Ja, u bent, ik kan aangeven, Kriool, Afro-Surinamer, Maron, uh, Javaan, Hindustaan, gemengd. Ik zei, luister, ik wil geen etniciteit zijn. Ik wil Surinamer zijn, maar die mogelijkheid is er niet. Uh, ik ben ook uh, gemengd, natuurlijk. Nou, niet echt gemengd. Zet u maar gemengd. Oké, okay, geen probleem. Daarom mensen, als u nog niet geteld bent en u houdt ook niet van deze etnische poespasserij om geteld te worden als Krioor, Hindustan, Maroon, Okaner, weet ik wat. Identiteit. Wat voor identiteit? Onze identiteit is Surinamer. Al die andere identiteiten zijn daar ondergeschikt aan. Dan nou gaan die identiteiten nog boven geschikt worden aan onze Surinaamse identiteit. Dat is nonsens. Ach, we houden op met deze etnische toestand. Ja? Uh, ik heb ook mijn vrouw tot gemengd verklaard. Ja, klaar, klaar, ze was er niet bij. Ja, ze is, is, is Oké. Okay. Nou, we zijn beide gemengd. Ik roep u op: als u nog niet geteld bent en u bent niet eens met deze etnische aanduidingen, uh, verklaart u zichzelf dan ook tot gemengd. Laten we allemaal opgeven dat we gemengd zijn. Dan kunnen we. Politieke figuren, geen misbruik maken van de kennis die ze opdoen met Oh, zoveel Hindoestaantjes, zoveel Javaantjes, zoveel Marontjes, zoveel Okaantjes, zoveel Saramakaantjes, zoveel Javaantjes, zoveel... Uh, God, man, Chineesjes hebben we ook. Ja, het zijn allemaal Surinamers. Wat verdorie, wanneer gaan we het nou leren? En dan zijn wij die klagen over. Uh, we zijn geen eenheid, maar we houden die... Onder dingen verdeeldheid zelf in stand. Zelfs bij de volkstelling. Maar goed, ze hebben het nou eenmaal zo bij wet gezet. Ik adviseer u, verklaart u zichzelf tot gemengd. We zijn allemaal Surinamers en we zijn gemengd. En niemand hoeft te zien en te merken hoeveel Hindustanen, Javanen, Kriolen enzovoort er zijn. Voor wie is dat nodig? Ja? Ik bedoel, voor wie is dat nodig? voor mensen die die, kiesdeel, die kiesdistricten vroeger wilden indelen van oh drapen de Japanese tang, dat we kotaman poer, dat we pota kiesdistrict drapen, dat Japanese ons stem, dat gaan we daar die kiesdeler halen, dat gaan we daar een Javaan binnenbrengen, dat gaan we daar een Hindustaan binnenbrengen, dat we 16 Hindustan, en 2 Javanen en 1 Kriol naar Afrika, bloementuin. Ja, bloementuin, broemtje Jari. Maar goed, in ieder geval, dat zijn dus de, um, En toen kwam echt iets naar boven. Ik ontmoette een vriend van me. Ja. Uh, o oh ja, de ding, dat, 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 die tweede poging tot verzoening van stadskriol uh, en Maron. Uh, men zegt van als het nou niet lukt, dan stoppen we daar maar mee. Ja, ik stop er maar liever mee hoor. Ja, verloren moeite is alleen maar om voor een verkiezing zoveel mogelijk mensen van een bepaalde etniciteit bij elkaar te harken. Om dan politieke winst daaruit te halen. Om die mensen weer in de rotzoe te laten die ze al jarenlang zitten. En er niet te helpen eruit. Het heeft gezegd: wat niet bij elkaar hoort. ...zal niet bij elkaar blijven. En uh, Jopie Popie heeft daarin groot gelijk. Ja? Oké. Okay. Um, we hadden het hierover en toen ontmoette ik een vriend daar bij de mall... ...en die zei me van... ...we hadden het hierover over de verkiezingen... ...en over dat bundelen etniciteiten weer... ...omdat die verkiezingen nadert maar wel... ...alle Javaantjes bij elkaar, alle Hindoestaansjes bij elkaar... ...alle Creoltjes bij elkaar, oké? Okay? Toen zei hij van... Kan je je herinneren dat in de jaren 70 bij die verkiezing toen van um, VAP, PNP, naar die uh, de, uh, zakenkabinet mee. Ja, het is eigenlijk een interim kabinet geweest. Maar goed, dat er toen ook een beweging op gang was gekomen om een bepaalde etnische bundeling op gang te brengen. Ik zeg, ja, dat kan ik me herinneren. En zegt, kan je nog die naam herinneren van die beweging? Ik zeg, ja, dat... Iets met, k k k k iets met makka, maar dat, ja. Dat, dat was Krikomakka. Zo heette die beweging. Ik zei ja. Toen herinnerde ik me dat, was nog de student de, 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 de middelbare school en zo. Ik kan me herinneren dat toen bij die verkiezing er een beweging was die heette Krikomakka. En dat was een woord dat ontstaan was uit een paar losse woorden. En die losse woorden waren. Die Kr was Krioro. Die Ko was Fokong. En die Makka was macandra. Dus die spreuk was. Krioro, Kong, macandra, En dat was die beweging die dan als afkorting werd genoemd Krikomakka. Dat was 1972, 73, 71, 70 jaar. Ja? Is het gelukt? Nu. Nee. <laughs> gaat het toch niet bij elkaar brengen wat niet bij elkaar hoort? We horen als Surinamer bij elkaar. We zijn nu 30, 40, 50, meer dan 50 jaar verder. En nog steeds heb je dit soort waanideeën onder bepaalde politici. Dat geïnspireerd wordt om bundeling, zodat zij meer stemmen krijgen, om meer macht te krijgen, om meer te gaan stelen, om meer van onze natuurlijke hulpbronnen te verkwanselen aan buitenlandse investeerders. Ja, nu heeft het iets anders. Ik weet niet hoe het nu gaat heten. Nu is het verzoening en Afro-Surinamer en Jawa dit. Nou, blijven we in die rodsooi toch? Na nou Naootising. Elk volk krijgt wat het waard is. Willen we verdeeld blijven? Dan zullen we maar verdeeld blijven. Ja? En dan gaan we maar blijven klagen. En dan weer vijf jaar na 25. Ja, dat doen we niet. Vul wordt weer niet opgehaald. En persvrijheid wordt beknot. Ja, zo weg toch, man. Je krijgt straks de kans bij je verkiezing. Dan ga je weer als een stel ezel stemmen. Ook achter deze figuren rennen. Nou toch. Daarom ik stem ik op de minst, minst groeten. De kleinste partij laat die ook groet worden. Ga niet op die groeten stemmen die al jarenlang in de verkiezingen hebben gezeten. En ons hebben uitgebeut, uitgemergeld. Ja, verpoperd hebben dat in ziekenhuizen niet eens stopcontact te werken. En, en wasbakken door worden gespot. Er is dus geen geld. En het water dat. Nee, laten we niet praten daar. Ik heb het afgelopen week gezien. Ja? Ik wil. Daarvoor, de, de mensen, wat is de tijd, is weer om deze week uh, met uh, Connecting the Dots. Ja, ik ben een beetje hier en daar tekeer keer gegaan misschien, ja, maar niet zo erg als in de Assemblée hoor. Nee, 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 Een beetje kritisch geweest. En ik hoop dat u dat toch wat uitgeleerd hebt. En dat we dan met frisse moed de komende week weer uh, aan het werk gaan en ons voor dit land inzetten. En luistert u niet te veel naar het gekomen. Kaken leggen, klets van die politici, want ze hebben het nooit voor ons gedaan. Wij hebben het al die jaren voor onszelf moeten doen dankzij onze onderlinge vriendschapsbanden. Politici hebben nooit voor ons gewerkt. Ze hebben ons altijd in de steek gelaten. Alleen de paar maanden voor de verkiezingen dan die pot wat een paal dan stroom en drinkwater voor dat en dat dorp. Laat ze naar hun moer lopen. Laat ze nou eens een keer vanaf dag 1, nadat ze gekozen zijn, voor ons gaan werken. En niet gaan kijken hoeveel, jobs en hoeveel investeerders ze kunnen binnenhalen. En hoeveel reisjes ze kunnen maken. Maar goed, eens zal het bewustzijn doorbreken. Misschien maken wij het niet meer mee. Maar dan zijn deze woorden eens gezegd. En ze zullen hopelijk eens naar buiten het verstand doordringen. Ik wens u voor de rest. Een fijne zondag toe en tot de volgende week. Dit was Connecting the Dots voor deze zondag. Rappa wens u het beste toe en namens Lim FM tot de volgende week.